Eindigt ons onderzoek dan bij de raketten en bij het fundamentele onderzoek in de astronomie? U raadt het al natuurlijk, nee, we moeten onze blik toch ook eens omhoog richten, want daar zijn toch ook problemen. Zo heeft de ESA berekend dat er ongeveer 1 miljoen kilogram aan nutteloos ruimteafval rondzweeft in een baan rond de aarde. Het gaat dan om leeggebrande rakettrappen, om kapotte satellieten en om andere kleine ruimtevaartafvalletjes. Op zich lijkt dat onschuldig, maar het maakt de kans op botsingen alleen maar groter. En bijvoorbeeld de astronauten in het ISS zitten echt niet te wachten op een botsing met de ruimteschoot. Als we zo verder doen, zegt de ESA, zullen we over 25 jaar zelfs niets meer kunnen lanceren, omdat de kans op botsingen simpelweg te groot is. En dat kan niet natuurlijk. Dus gaan ESA en NASA samen op zoek naar oplossingen. Al lijkt het makkelijker gezegd dan gedaan. In datzelfde ISS waar ik het daarnet even over had, leven permanent astronauten. En zoals het elk menselijk levend wezen betaamt, produceren die ook afval natuurlijk. Nu, de oplossing is simpel. Men propt om de zoveel tijd al die afval in een capsule en dan laat men vervolgens die capsule opbranden in de atmosfeer. Onze atmosfeer dus als een gigantische verbrandingsoven. Maar het gaat nog verder. Astronauten leven vandaag in het ISS, maar ooit stonden ze op de maan. De astronauten die daar stonden zijn zo onsympathiek geweest om al hun afval simpelweg op de maan te dumpen, waar het nog steeds ligt. Het is goed voor één keer uiteraard, maar in de toekomst ziet het er naar uit dat er heel wat meer vluchten naar de maan en naar Mars zullen gepland staan. En dan kunnen we het ons niet permitteren om die beide hemellichamen te bezien als een openbaar stort. Wordt dus zeker nog vervolgd.